Hey, hallo. Met een coachingafspraak gehad en aan het einde deden we even een oefeningetje. Althans, ik begeleidde de oefening en toen dacht ik van, oh, die oefening, een aandachtsoefening, ik denk, die wil ik dadelijk zelf ook even voor mezelf doen. Want ik merk de laatste tijd, ik ben best wel met wat dingetjes bezig en ik bruis van de energie, maar ik merk wel dat het belangrijk is voor mezelf dat ik af en toe ook even gewoon een momentje voor mezelf neem. Ja, dus dat ik toch een beetje de balans in die energie weet te houden. Want ik weet van mezelf ook, met leuke dingen kan ik mezelf voorbij lopen. En als ik mezelf, als ik dus gewoon regelmatig even naar binnen keer met mijn aandacht, dan dat is, voor mij helpt dat om die balans een beetje te houden. Dus ik dacht, ik ga zelf ook even die oefening doen. En dan wilde ik die gaan doen en ik dacht, ik kan hem natuurlijk ook opnemen, want misschien vind jij het ook wel fijn om mee te doen. Dus bij deze. Nou, ga maar eens even lekker zitten. En adem maar eens even een paar keer diep in en uit. En misschien wil je ook wel even lekker zuchten. Ik merk aan mezelf dat ik het wel even fijn vind. En ik merk dat ik vanzelf al mijn ogen sluit. Dus dat mag jij ook even doen als je wil. Doe je ogen maar eens dicht. Ga maar eens even lekker zitten. En wees je maar eens even bewust van hoe je zit. En ga maar eens met je aandacht naar het contact van jouw lichaam met de ondergrond. Dus met de stoel waar je op zit, of de bank, of het bed, of waar je ook op zit. Dus voel dat jouw benen en jouw billen, jouw zitvlak, de stoel raken. Dus contact maken met de ondergrond. Mocht je tegen de leuning aanzitten, voel dan ook het contact met jouw rug en die leuning. Blijf lekker doorademen. Zet je voeten maar eens even goed op de grond. Ga met je aandacht naar het contact tussen jouw voeten en de ondergrond. En beeld je maar eens in dat er vanuit jouw voetzolen wortels de grond in groeien. Via de vloer steeds dieper, uiteindelijk daadwerkelijk de grond in, de aarde in. Misschien groeien jouw wortels zich gelijk recht naar beneden toe, de aarde in. Misschien vertakken jouw wortels zich wel en gaan ze wat wijder uit de aarde in. Dat is allemaal oké. Misschien zie je het daadwerkelijk wel voor je. Of misschien voel je het. Misschien weet je het. Het kan zijn dat je het een beetje lastig vindt om dat voor te stellen. Dat is helemaal oké, bedenk maar gewoon dat het zo is. En die wortels gaan steeds dieper en dieper de aarde in. Steeds dieper en dieper en dieper. En ergens diep in de aarde bevindt zich de bron van de aarde-energie. Speel je dat maar eens in. Misschien zie je een soort bron van licht voor je. Misschien zie je een soort van ondergronds meertje heel diep in de aarde. Een meertje van licht. Misschien zie je wel een hele heldere kristallaag. Of misschien beeld je het wel op een andere manier in. En nogmaals, als je het niet helemaal voor je ziet, is helemaal oké. Denk maar dat het zo is. En jouw wortels, die maken verbinding met de bron van de aarde-energie.
de simago, jouw wortel zich vastmaken daaraan, of jouw wortel zich in dat meertje groeien, of wat dan ook. En via jouw wortels stroomt als het ware die aarde-energie, dat licht stroomt omhoog richting jouw lichaam. Dus via jouw voetzolen komt die aarde-energie jouw lichaam binnen. Beeld je maar in dat jouw wortels zich verbinden met jouw hart. Dus die aarde-energie stroomt richting jouw hart. En bij iedere inademing vult jouw hart zich met die energie, met het licht. En met iedere uitademing verspreidt die energie, het licht zich over heel jouw lichaam. Met iedere inademing vult jouw hart zich. En met iedere uitademing verspreidt dat licht, die energie zich over heel jouw lichaam. Dus die aarde-energie, dat licht, verspreidt zich naar alle celletjes van jouw lichaam. Voel hoe dat ieder celletje zich vult met die energie, met dat licht. Misschien voel je het wel tintelen. Besef je dat je dus op deze manier als het ware verbonden bent met de aarde, met de energie van de aarde. En weet dat het veilig is, die energie. Het is veilig om hier op aarde te zijn, ook al gebeurt er van alles om je heen in de wereld. Ik ben nu verbonden met die energie heel diep in de aarde en het is veilig. Blijf zomaar eens heel even in stilte verbonden met die aarde-energie. Wiebel maar eens met je tenen. En beweeg je vingers. En wees je bewust van jouw lichaam. Ga weer met je aandacht naar het contact met jouw lichaam. En de ondergrond, de stoel waar je op zit of waar je ook op zit. Voel je lijf. Misschien wil je wel nog meer met je lijf bewegen. Dan mag je je ogen weer openen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En beweeg maar eens even lekker met je lijf. Misschien wil je wel even lekker uitrekken. Dan wees je weer bewust van het hier en het nu, waar je bent. Zo, dat was even een korte aandachtsoefening, waarbij je dus met je aandacht naar binnen gaat en met je aandacht naar het contact gaat. Ik vind het altijd fijn om zo'n oefening te doen. Vind je dat prettig? Aanstaande donderdagavond ga ik een aantal aandachtsoefeningen doen. Het zullen soortgelijke oefeningen zijn, maar dan zullen we niet alleen met de aandacht naar binnen gaan, maar juist ook in combinatie met de focus ook naar buiten. En ook de aandacht, de verbinding naar elkaar toe. Dus we gaan met allerlei oefeningen gaan we aan de slag om een beetje te oefenen, te leren om in het hier en het nu te zijn. En ook in verbinding met elkaar. En door
in het hier en nu te zijn. Door die aandachtsoefeningen zul je ook jezelf oefenen om je niet te veel zorgen te maken over morgen. Dus ik ga je wat handvaten meenemen om een beetje staande te houden in deze tijd. Om gewoon in het leven te kunnen zijn. En die workshop donderdagavond is via Zoom. En ik noem het eigenlijk liever geen workshop, want het is meer een speelse, luchtige workshop. Dus ik noem het liever een playshop. En dat is een onderdeel van een drie-like. Het gaat drie donderdagavonden lang, drie donderdagavonden ga ik met verschillende thema's spelen. Dus de eerste is dus spelen met aandacht. En volgende week gaan we spelen met emoties. Ja, dus gaan we eigenlijk leren om emoties toe te laten. Die emoties mogen er gewoon zijn. En daar gaan we mee spelen. En de derde, dus dat is over, hè, niet volgende week, maar de week daarna. Dus ook op de donderdagavond, dan gaan we spelen met stress. Dus we gaan eigenlijk stress verkennen als speelterrein. Dus daarmee train je als het ware ook vaardigheden om met stress om te kunnen gaan. Hè? We leven nou eenmaal in een tijd waar stress wel eens een factor is. En dat is ook helemaal oké. Dus mocht je het leuk vinden om daar aan mee te doen, dan kun je nog aanmelden. Ik zal een linkje zetten bij deze video. En dan, mocht je daar nog vragen over hebben, kun je altijd even contact met me opnemen. Maar wie weet zie ik je wel aanstaande donderdagavond via Zoom. En zo niet, dan tot de volgende keer. Hey, een hele fijne dag. En af en toe even een momentje van aandacht voor jezelf. Yes. Doei doei.